Maar dat ging voor, nou, voor de mensen staan. En de mensen vonden dat fantastisch natuurlijk, want die hadden dezelfde spanning natuurlijk. En het uitte zich dan in juichen, nou, bij mij precies hetzelfde. Er was niks aan toneel, dat was echt. Nou, dat is lang geleden. Dat is een jaar of 43 nou, ondertussen. Dat is een beetje nostalgie natuurlijk. Mijn eerste club in het zuiden van des lands. Ik kwam net van NAC Breda af, we hadden net de beker van Nederland gewonnen. En toen werd ik benaderd om naar Roda JC te komen. Een hele mooie uitdaging. Net gepromoveerd naar de Eredivisie. Ja, hier waren onze kleedkamers dan. Volgens mij, als ik nu naar rechts ga, was onze kleedkamer hier. Nou, dit vind ik wel leuk, dat ze nog ergens een elftal foto hebben hangen van het eerste Eredivisiejaar. En dan zie je hier John Vijver, helaas overleden. Jo van Muren, oh mijn vriend, och, Chef Blatter was linksback. Dat klopt, en die komen we nog regelmatig tegen. Jos Dijkstra, Peter de Wit, ook overleden. Gerrie de Goede, ook overleden. Henkje van Leeuwen. Theo Offermans, ook overleden. Dick Advocaat. En Osse Hens. Ja, dat was het eerste elftal. En we zijn de laatste wedstrijd erin gebleven van de competitie, 0-0 tegen Ajax. En een jaar later kwamen Steen Ziegelen en Dick Nannega erbij. En toen, de jaren daarna ging het allemaal alleen maar bergopwaarts. Met een fantastische trainer Bert Jacobs. Niet dat hij zo'n toptrainer qua oefenstof was, maar het sfeertje was, hij voelde perfect. Het was echt een trainer die een elftal kon motiveren, laat ik het zo stellen. En van hieruit liep ik dan het stadion binnen. Ja, dat is volgens mij niet veel veranderd. En in die tijd zat het hartstikke vol. Ik heb me nog herinnerd, de eerste wedstrijd in de Eredivisie, tegen MVV dan, het derby. Zat het echt tot aan de nok vol. Met Joekskapelle. En toen hadden we nog toppertjes, hè. En Willy Brokamp, Joop Romfreer. Ja. Tegen toch andere toppertjes die bij Kerkrade speelden. Bij Roda speelden. Maar nu lijkt het stadion heel klein. Gek is dat. Ja? Ja, en toen... maar het zat hartstikke vol, dus... Dat kun je nou niet meer bijna voorstellen. Ja, en hier had je die klote Sintelbaan ertussen. En toch was het een of andere manier... Klopte het wel hier, in het stadion. Ja, maar hier heb je wel succes weer behaald. Ik heb hier twee fantastische jaren gehad. En toen ben ik met mijn stomme kop naar België gegaan. Dat was toen buitenland, hè. Maar ik had hier moeten blijven. Nou, zo kijk ik achteraf al terug als een van mijn slechte beslissingen. Laat ik het zo stellen. Gerrie de Goede, die kwam op een paard hier binnen. Die reed hier zo'n ronde op een paard. Dus iedereen lachte zich helemaal kapot. En ja, Gerrie was een apart figuur. Was echt een idee wat hij zin had. En volgens mij was hij ook full prof. Hij deed niet zoveel. En dat vind ik dan natuurlijk in deze tijd veel minder. Vroeger had je, iedere speler was op zijn manier uniek. Ja, iedereen wist wel dat Joop Curver zo hard liep als gek, maar soms een plaat voor de kop had. Hè. En iedereen was uniek. En Steen Ziegelen was uniek. Dick Advocaat was op zijn manier. Iedereen had een herkenbare identiteit.
Maar het was wel een andere tijd van voetbal natuurlijk. Hè, tegenwoordig is tikje breed, tikje terug, tikje breed, tikje terug. En, en onze tijd was vol eroverheen, hè? Typisch Roda. En ik denk dat de clubcultuur moet zijn, een lange spits, twee buitenspelers. Achter een hele sterke jongens. Ja, en op het middenveld een echte spelverdeler of een spelmaker. En dan volle poelen over iedereen heen. En dat mis ik tegenwoordig wel een beetje. Ik vond het vorig jaar helemaal niet leuk dat ze gedegradeerd waren. Tuurlijk. Je hebt hier, ben je in Limburg opgegroeid. En bij Roda heb je een fantastische jaar gehad. Ook qua supporters naar mezelf toe. En dan zie ik het voetbal wat ze vorig jaar speelden en het jaar daarvoor ook al speelden. Ja, dat is niet mijn voetbal. Zoals ik graag Roda zie spelen. Maar dat heb ik met VVV Venlo ook hoor. Ja, en dat vind ik veranderd. Ze spelen niet meer vanuit een cultuur, zeg maar even. Ja, en dan volle poelen vooruit. En dat concept heeft altijd gewerkt hier. Dat zijn ook concepten van de successen. 2-3 jaar geleden hebben we nog met de reunie van Oud-Roda. En toen vroegen ze, wil je nog een keer meedoen? Speelden we tegen RTL. En ik dacht dat ik best slank eruit zag. En toen heb ik gezegd, nou, ik wil best 10 minuten meedoen. Dus mijn gabbertje Pierre Vermeulen en ik hebben 10 minuten meegedaan. Pannetje opzij getikt en weer terug. En toen zijn we lekker gaan zitten. Nee, dat kunnen we niet meer. Nee, die tijd is voorbij. En ik was spits. Ik stond altijd op de goede plaats. Maar toen had je ook spelers, en dat is heel belangrijk voor een spits. Daar moet je een gevoel bij hebben. Ja, dat moet blindelings zijn, zeg maar. Met een middenvelder of een... dat had ik bijvoorbeeld met Dick Nanega. Als van achteruit een lange pas kwam in de lucht, was ik al op slagsnelheid. En Dick kopte hem precies in mijn voeten door, zeg maar even. Ik maakte gebruik van zijn kracht. En ik speelde om hem heen. Dan scoor je, dan komt die adrenaline eruit. En het stadion zat hartstikke vol. Kijk, als er 1000 mensen zitten, dan doe je dat niet zo snel. Maar met 25.000 mensen, en dat was toen unicum. Ja, dan kreeg ik alle soorten dingen. Hij loopt naar de kamer. Nee, maar ik ging voor de tribune staan. En ik deed zo. Ik hoor niks. En dan ging ze nog harder schreeuwen. Maar dan ging ik voor de mensen staan. En de mensen vonden dat fantastisch natuurlijk. Want die hadden dezelfde spanning natuurlijk. He? En het uitzicht dan in juichen, nou, bij mij precies hetzelfde. Er was niks aan toneel, dat was echt. Ik was gewoon blij dat je scoorde. En dat was het.